Kunnen schuiven. Beginnen. Goedenavond, dames en heren. Het is bijna 11:30. Dat betekent dat wij iets later begonnen zijn dan wij eigenlijk voornemens waren te eindigen. Ik heb inmiddels mijn ambtsketen ook weer omgedaan, want anders hadden we geen rechtsgeldige besluiten genomen. Dan zou het helemaal laat geworden zijn. Maar we zijn er toch. Nee, het wordt niet zo laat als de vorige keer, want dan wordt het morgenochtend. Dus dat beloof ik u. Ook hartelijk welkom aan de mensen die thuis op dit late tijdstip ons nog volgen. En alle politiek geïnteresseerden op de publieke tribune. Twee deze keer. U wist waarschijnlijk wat er ging komen en heeft het volgehouden. Dus dat is heel goed. We hebben net wat uitgebreidere commissie gehad. En een wat kortere raad vanavond. En ik zal naar de agenda toe gaan. Kan de agenda zo besproken worden als voorgesteld? D'accord. Dan kom ik bij het vragen een half uur. Er zijn vragen aangekondigd door de fractie van de LPO, de heer Remmers, in verband met het integraal bewonersplan CESE. En het is inderdaad een beetje vandaag disco inferno in de zaal. Een beetje flikkerlicht. Dat is doorgegeven, hoor. Maar dat laat zich vanavond niet meer verhelpen. Nee, maar als de verwarming het doet in deze zaal, dan doet het licht er niet. Dus het is altijd wel wat. Meneer Remmers, komt u naar voren. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het proberen kort te houden. Ik voel me al bijna schuldig dat ik hier sta, maar ik probeer dat me toch even overheen te zetten. In de raadsbrieven die wij ontvangen hebben de afgelopen maand zit ook een brief betreffende het integraal bewonersplan CESE. Hierover heeft de LPO al eerder aandacht gevraagd hiervoor, omdat we als LPO belangrijk vinden dat dit soort plannen op basis van draagvlak ontstaan. In dat kader is de LPO dan ook erg blij met het proces dat daarna is ingezet. Diverse bijeenkomsten met de werkgroep en de aanwonenden. En bij de werkgroep zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd waaraan het plan zou moeten voldoen. In de raadsbrief wordt aangegeven dat aan alle punten wordt voldaan met de uitzondering van de eis dat het totale verkeersaanbod binnen 3 jaar weer op het oorspronkelijke niveau zou zitten. Op basis daarvan wordt in de raadsbrief geconcludeerd dat het inrichtingsplan naar verwachting een groot draagvlak binnen de wijk zal hebben. Als de LPO kijkt naar de plannen, lijkt er ook niet tegemoet gekomen worden aan de eis om de wegen in te richten als 30 kilometer zone. En kan er sprake van een grotere intensiteit van vrachtwagens die later geëvalueerd zal worden. Naar aanleiding van bovenstaande komt de LPO tot de volgende 5 vragen. Vraag 1 is, omdat er staat van naar verwachting een groot draagvlak. Hoe groot is dat draagvlak nu in de praktijk voor het gepresenteerde plan? Vraag 2, in hoeverre past het nu gepresenteerde plan binnen het bestaande bestemmingsplan? Of welke consequenties heeft dat dan nog voor? Vraag 3, waarom behoort het niet tot de mogelijkheden om de wegen die het betreft in te richten als 30 kilometer wegen conform de gestelde uitgangspunten? Vraag 4. Welke mogelijkheden zijn er op voorhand om ervoor te zorgen dat vrachtverkeer zo min mogelijk gebruik zal maken van genoemde wegen? En tot slot, op welke termijn is de realisatie van het project voorzien? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Remmers. Namens het college wethouder Ter Kuurst. Voorzitter, dank u wel. Ten aanzien van het draagvlak, 15 juni jongstleden is gesproken met de directeur van de Johan Sekkelschool ten aanzien van de schoolzone. Er is met hem afgesproken waar die precies komt te liggen, de puntjes op de i gezet en ook ten aanzien van de markering en de teksten die worden toegepast. Zijn ze het mee eens? Het gaat alleen nog om de snelheden die behaald kunnen worden en daarover later meer. Met de bewoners is bij het uitzetten van de knippen in de schammelte gekeken hoe dat zich verhield tot hun uit- en inritten. En er is iets mee geschoven en deze mensen zijn ook akkoord. U hebt in de Stentor, ik schrijf hem niet, maar ik heb het ook gelezen, de Stentor van 26 mei kunnen lezen, opgetekend uit de mond van de heer Dalenoord, lid van de kleine werkgroep Wonen aan de Schammelte, dat ze voor 95% akkoord zijn. Dan vind ik dat een hele hoge score gezien de voorgeschiedenis. Het heeft ons dan ook hopelijk verbaasd dat er 10 juni nog een brief kwam op allemaal punten en comma's, et cetera, waarover ze nog met de college in gesprek willen. Wil ik even bij aantekenen dat wij 17 april hier een bijeenkomst hebben gehad waar alle straatbewoners voor waren uitgenodigd. Daar hebben we nog een aantal eisen van de Schammelte op tafel gelegd. Daarvoor was geen draagvlak.
Daarvan heb ik als tegemoetkoming aangegeven. Wij willen gaan evalueren op basis van tellingen. En u bent bekend denk ik met die systematiek dubbele lussen in de weg. Daarmee kun je bepalen wat voor type vervoersmiddel voorbij komt. Vrachtwagen, auto. En u kunt ook bepalen hoe snel die rijden. Aan de hand daarvan doen we nulmeting in 2016. We doen een tussenevaluatie en een eindevaluatie over 2 jaar. Aan de hand daarvan kunnen we bepalen wat er door die wijk komt. Ook aan een zwaar verkeer. Dan kunnen we bepalen of en zo ja waar we maatregelen moeten gaan treffen. Dan ten aanzien van het bestemmingsplan. Alleen de Zeesterweg is al zodanig gedefinieerd in het bestemmingsplan. Het overige is een woongebied. In een woongebied mogen ook wegen worden aangelegd. En al die wegen passen qua formaat en qua toepassing in het huidige, maar ook in het toekomstige bestemmingsplan. Dus ook dat is geen probleem. Ten aanzien van de verschijningsvorm. Het is al vele jaren de wijk Zeeze 30 kilometer zone. Nu wordt de inrichting ook conform de eisen aangepast. De andere vraag was om het onmogelijk te maken om harder dan 30 kilometer per uur te rijden. Dat is niet te doen. Want dan zou je drempel na drempel na drempel moeten gaan aanleggen. Daarvoor is geen draagvlak. Er is nog wel sprake geweest van het aanbrengen van een versmalling. Zoals je ook bij Alteveer, bij de school, bij de wijk Alteveer, daar ligt ook zo'n wegversmalling in de weg. Daarvoor is geen draagvlak. Dat was specifiek onderwerp van discussie bij de bijeenkomst van 17 april. Daarvan heeft de wijk Zeeze gezegd en de Schapenallee, de Willemina-straat, van als die daar komt, is het draagvlak weg. En daarvoor in ruil is gekomen die tellingen die we gaan doen ten aanzien van gewoon verkeer, vrachtverkeer en de snelheden die daar worden bereikt. En dan was uw laatste vraag, wanneer is de realisatie wilt voorzien? Het is al aanbesteed, wilt u ook weten wie hem gegund heeft gekregen? Dat is NTP. NTP die is al bezig met de werkvoorbereidingen. Die zijn ook al bezig met het uitzetten van wat moet komen. En het is voorzien de afsluiting rond 15 oktober, de start hoogwaterseizoen. Dat was hem, voorzitter. Dank u wel, dat was een spraakwaterval. De heer Remmers, akkoord. Dat wordt genotuleerd. Dank u wel. Ik kom bij de vaststelling van het verslag van 2 juni jongsleden. Daar heeft niemand iets over gemeld. Dan wordt die vastgesteld. Dan kom ik bij de ingekomen lijst van 16 juni. Iemand daarover? Conform voorstel. Mededeling vanuit het college. Wethouder Ter Kuurst. Even heel kort, gaat over Vechthoeven-Zuid. Bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden. Maar er zit nog een haakje aan. Een aantal mensen van u heeft gevraagd ten aanzien van de erfdienstbaarheid voor de heer Liesinga. Dat is nog het enige haakje wat er nog aan zit. Het ligt wel op het bordje van het waterschap, maar ik vind het op onze weg liggen om u mee te delen dat dat nog niet is geregeld. Dus dan weet u dat het bestemmingsplan onherroepelijk is, maar de erfdienstbaarheid, dat was van velen van u een aandachtspunt, is nog niet geregeld. Op het moment dat ik daar meer over weet, de erfdienstbaarheid kan 2 kanten op. Of het wordt geregeld met die bocht, die lus, om vanaf de dijk bij Liesinga te komen. Dan wel middels een formele procedure, dus, zeg maar, dat we de juridische weg inslaan. Dan meld ik u dat, mocht ik dat vergeten, dan hoop ik dat u mij daar helpt te herinneren. Tot zover. Dank u wel. Als er geen lus in de weg ligt, dan ligt hij wel in het water. Dat heb ik in ieder geval vanavond weer geleerd. Ik heb niet zozeer vanuit het college een mededeling, maar als uw voorzitter van de raad. Inmiddels heeft de accountant ons gemeld dat hij niet in staat zal zijn op hele korte termijn de accountantsverklaring af te ronden. Dat betekent dat de voorgenomen bespreking op 30 juni niet plaats kan vinden. En dat het scenario intreedt dat we moeten agenderen voor 14 juli. Ook voor die datum hebben we nog geen harde garantie. Het is wel het streven om dat voor elkaar te krijgen. Maar zoals overal in Nederland is het nog wat onzeker. Dus we moeten het even in de gaten houden. Maar het is wel zo dat we uiterlijk de 14e het gewoon zouden moeten willen afwikkelen. Wordt vervolgd. Kom ik bij het hamerstuk. Dat is de bestemmingsplan aanpassing N348 Ommen. En het daarbij behorende beeldkwaliteitsplan. Waarbij de vraag is of u daarmee kunt instemmen. En dat is een aantal punten waar u mee instemt. Kunt u daarmee instemmen? Al dus unaniem geschied. Dan kom ik bij agenda punt 7, de sluiting.
Maar niet nadat ik gezegd heb dat ik volgens mij voor de zesde keer de heer De Jong heb gezegd, horen zeggen dat er een motie is over kroketten. En voor we daar nou een heel issue over krijgen, denk ik dat ik eens even op zoek ga naar die motie. Dat is in ieder geval mijn persoonlijke taakopvatting voor de komende week, zodat we daar volgende week iets over kunnen zeggen. Nou, kijk eens aan. Ik kijk wat ik kan vinden. Ik wens u voor nu een hele fijne avond voor wat er nog van rest. Veilige thuiskomst en graag tot volgende week. Rondje. Oh, een rondje. Rondje.